doen? Gaan we niet even wachten? Ja, ja, Marien zit hier voor me. Ja, ja, op hete kolen, ja. En waar is de brand dan? Nee. Nee, daar, nee, daar woont hij. Toch? Oh, dat is heel toevallig. Dan maak ik open dat hij goed verzekerd is. Ja. Eigen brand uit het schootwaard, zo moet ik zeggen. Marinus mag... Oh, Marinus mag later komen, want oh, die is altijd te laat. Ja. Dat is wel het thema van de avond, ja, hier. Ja, ik heb wat stukjes gekregen van de ex-vriendin. Hij was altijd te laat. Nee, ja, ja, meestal kom ik te vroeg, maar... Ja. Ja, soms wel de volgende ochtend, ja. Ik geef hem door, sorry hoor. Sorry, even tussendoor. Toch was Marinus zijn tijd ver vooruit. Hij ging als eerste condooms kopen. Hij sloeg direct gewoon in, maar niet in Elzout, want dan zouden ze hem herkennen. Hij ging in Eindhoven, wat lang geleden, in de huldertijd. En hij sloeg flink in. Voor 75 euro. Hij ging afrekenen bij de vrouw. Zijn vrouw zegt, het niet gepast. Hee, ze zijn van mijn broer. Klopt allemaal wat ik zeg. Nee, hè? Het zal wel heel erg toevallig zijn dat ik al die bij elkaar zit zwetsen, dat klopt ook. Nee, daar kon Marinus. Ze wist over jou niet zoveel te vertellen. Je was maar een braaf ventje, hè? Beetje even een hoedje spelen. Opa zijn plantjes achter zijn kont uit de grond weer trekken. Opa had nooit zijn stekkie kunnen vinden. Open zijn gereedschap kwijtmaken en dan zeggen dat het een klauwhamer was. leuk opwachten. Ja, ik heb dienst, dus af en toe dan moet ik toch even... Ja, Connecticus. Ja, de kindertelefoon? Nee, daar bent u verkeerd verbonden. Oh, u bent van de kindertelefoon. Een klacht. Een melding van? Oeh, dat is niet mis hier in Den Elzoot. En waar hangt die dan? Hier in Elzoot? In de bar? In het oude klooster? Oeh, er is toch helemaal geen bar in het oude klooster? En daar hangt ze aan de muur. In een budget burka? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. En die, ja, die kinderen. Ja, die kinderen, ja, die schamen zich kapot, ja. Ik kan me voorstellen, je eigen moeder zeggen. Maar ik zit nu midden in een verbintenis van twee heel gelovige mensen. Ik zal volgende week even een biertje gaan, even polshoogte gaan nemen. Ja. Sorry. Als niks ging over een half blote non met een grote bek. Een non-verbaal, zullen we maar zeggen. Maar we waren bij Marinus, gewoon even. We hadden nog meer gedaan, vakantiewerk bij Boer Pulles, achter de koeien aan hobbelen. Weet je nog, Boer Pulles, die had er een koe gekocht van Frokken, een Purmerend. En die maar steeds als er een stier bij kwam, ging die koe die ging zitten. En Boer Pulles die belt op met een veearts, die zegt, ja, ik heb een koe. En als er een stier bij komt, dan gaat hij zitten. Oh, zegt die veearts, heb hem soms gekocht op de markt in Purmerend. Ja, zegt hij, komt er vaker voor met koeien Purmerend. Nee, zegt die veearts, maar mijn vrouw komt met Purmerend. Hij deed graag paardje rijden. Ja, hij heeft van dikke paarden, dunne paarden, grote paarden, kleine paarden, maar ook van zwarte paarden met een witte punt op kop. Nou, de rest van deze tekst kan ik in deze context maar beter achterwege laten. Handboogschieten mensen, handboogschieten, Marine stond in Engeland toe. Tot in Engeland toe. Gelooft hij er zelf. Is dat bij Calais geweest of zo?
Wat een klein stuk allemaal. Nou snap ik waarom je iedere keer zo snel van je verkering af was, Marinus. Het was meestal zo, zijn verkering ging zo snel uit, dat de meisjes het volgende vriendje al aan de hand hadden, als ze hem thuis kwamen ophalen. Ja. Ben alleen gekomen, vriendje. Met de band? Reserve band. Klopt dat, band? Band wordt van geen toeten of blazen. Ja, dat hebben we net ook wel gehoord. Sorry. Heb je het al eens gedaan, voor natuurlijk? Ik bedoel, heb je hem al eens geknipt? Laat zien. Laat de kapsel zien. Marinus, laat de kapsel zien. Oh ja, zo, Australisch model, zit niet. Maar Marinus, je hebt er wel voor een huwelijksreis gezorgd, hè? Je hebt ook een bootje. Een huwelijksbootje. Zo'n diakje. Ja, als je met Fientje gaat varen, dan weet het, hè. Stille wateren en de diepe gronden. Het zal wel verrekt ondiep zijn. En dan ben je zo een schroefje kwijt, hè. Je moet er maar roeien met de riemen die je hebt. Fons, die weet er alles van. Die is er nog ziek van. Komt ook het woord zieke Fons vandaan. Maar genoeg gezeven. We gaan nu over op het serieuze gedeelte. Zijn jullie er klaar voor? De collecte. En daarvoor, voor de collecte, heb je misdienaren nodig. En ik heb speciaal voor dit onderdeel een misverkiezing gehouden. En er zijn veel reacties op gekomen van heen en verre. Er was er zelfs eentje uit Mississippi en die had al een keer gewonnen. Ja, Mississippi, ja. Ja. Gaat alles voor zeggen? Jongen, dat is onze slisdienaar. Ik heb er een paar op audiëntie laten komen en dat was niet mis. Ik zeg toch tegen mezelf, kijk niet naar de benen, maar zie op naar het kruis. Maar ik had een probleem met mijn vrouw die ook mee. En onder bedreiging van haar ten huis heb ik haar laten winnen. En de derde prijs was slechts een weekendje prijs met de pastoor. Maar dat was ook niet mis. Gaat weer een beetje, jongens. Het was wel nauw, hè. Die straatjes in Parijs. De opbrengst van de collecte gaat dit jaar niet naar de pastoor, want die kunnen de meestal de barrekeningen van betalen. Maar ik weet zeker dat men massaal met gulle hand wil doneren aan de stichting Het Vlinderkind. Wie dit niet doet, zal van verdere deelname van deze plechtigheid worden buitengesloten. Het aanstaande paar wil voor deze stichting geld inzamelen wat er gebruikt wordt voor het onderzoek naar kinderen met de huidziekte epidermolysis bullosa. Zeg dat maar eens na. Ik heb voor de echte rijken onder ons op de voorstrijd een speciale collecte lijn gemaakt. En als jij alvast kunt beginnen bij de arme tak, dan zal ik... Dat is de rijke tak. Die mogen geen muntjes doneren. Als jij begint bij de arme tak, dan gaan we even over op de collecte. Met deze ring bevestig jij voor altijd en eeuwig Marinus zijn sokken te wassen, zijn brood te smeren en te gehoorzamen aan alle opdrachten die binnen rekenwijs tot jouw taken binnen het huishouden gezien kunnen worden. Marinus, pak de ring en schuif hem om die poezelige vingertjes van je gezicht. Marinus, voor jou geen bijzonderheden. Maar pas wel heel goed op dat vrouwtje, want je wilde dan wel geen kat in de zak, maar het is wel een poes in de doos.